Welcome, this is the energy vibration lesson for the Sun, Moon and Rising Scorpionature. It is the 3rd week on Augustus 2017. The energy vibration van deze week, het is begin vanaf maandag 21 tot en met zondag 27. De week is een week met twee energy vibration. Het begint met de energy vibration van de vuur en het eind op met de energy vibration van de harde. Dus whatever de zodiac energy van de harde, dus whatever de situatie is, het komt goed. Het is een week van innerlijke kracht, maar jullie krijgen nieuwe liefde kom in je leven. Nieuwe liefde kom in jullie leven. Dus de eind naar situatie, als je bent op zoek naar de liefde, het is een zeer positieve week om te connecten. Dus heel veel mensen krijgen best wel een nieuwe kans met iemand die nieuw in zijn leven, oké? Als we bekijken de week, je hebt de energie van de nummer 3 energie en de kleur is geel. Als we gaan even verder, we kijken op maandag heb je de energy vibration van de lucht energy. En de energy vibration van de lucht heb je mee te maken met iemand die is weeskal. Iemand die is een weeskal, een waterman of een tweeling, oké? En deze situatie kan goed zijn. Het kan een situatie op je werk. Iemand komt in je leven om even jou om te helpen om je world te verbeteren. In whatever manier, whatever situatie die komt binnen om je world te verbeteren. En dit wordt echt goed. Oké, whatever de situatie is. Ik kan in verschillende manieren dat deze persoon komt in je leven om je te helpen. Maar het is best, het is geen relatie. Het is in een manier dat ze gaat je helpen. In een manier zakelijk in je leven. Het kan een docent, het kan een tutor, het kan op verschillende manieren. Maar iedereen heeft een invloed met deze lukt mensen in je leven komen om jou te helpen met bepaalde situatie, oké? Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration van de 6 van zwaarden en nog gelukt energy. En whatever de situatie was, met de forces van negative forces in je leven en de blokkades wordt opgeheven van wekens doordat je hebt allebei van deze energie in het omgekeerde vorm. En dit is zeer positief. Allebei van deze energie is in het omgekeerde positie. En dit is zeer positief. Als we gaan even verder en we gaan even kijken de crowning van je week, en dit is de energy dat iedereen krijgt een effect van. Dit is die energy van de 9 van cups, de 9 van cups, en dit is zeer positief. Dus whatever de situatie is, whatever gebeurt, je gaat even zien hoe zeer positief deze situatie is en het komt nou tot een eind, oké? Dus whatever emotional unbalance dat je hebt, whatever situatie dat speelt in je life, nou zie je dat hier komt een zeer positieve einde naar bepaalde situatie. En hier komt een verbetering van goede situatie in je leven. En dit is zeer positief. Als we gaan even verder, gaan we even kijken. Donderdag is de dag van genezen van je masculine kant, oké? De mannelijke kant van jou. Iedereen heeft een vrouwelijke en een mannelijke kant. Als een vrouw je gedrag en verschijnt meer van je vrouwelijke kant, maar we hebben ook de masculine kant energie. Dus whatever de genezen is van dat masculine kant, daar komt echt goede energie, echt goede situatie in je leven. En je gaat even voelen de positivity van hoe goed positieve dingen in je leven. Opeens voel je zo een krachtige energie in je leven komt. En dit is zeer positief, oké? Vraag even, riep even op de zon in deze week. Op vrijdag heb je wel mee te maken met die energy vibration van de maagd mensen. En dit is goede bericht komt van de maker mensen. Whatever de situatie is, daar komt een goede bericht van iemand die is mager. Dit kan de energy vibration van een vrouw. Maar je krijgt best wel op vrijdag een goede bericht van deze persoon. En het is een zeer positief bericht. Whatever de situatie is, het is een goede energy. This person is goed. This person kan even jou helpen om bepaalde deuren om te openen. Dus ik ga even verder. We hebben de energy vibration van de prins van de prins van pentacles. The energy vibration van de prins van pentacles is een zeer positive one. Whatever de situatie is, je gaat samen met deze man even gaan werken om iets in je leven op te bouwen. En dit is een financial endeavor, dus je kan zakelijke, maar je kan ook in je privéleven, je kan even gaan plannen om samen te gaan wonen. Dit is een goede business, een zakelijke persoon, en dit is ook een goede zakelijk, maar ook een goede vrienden, maar ook een goede samenleven en ook voor een goede relatie. Dus dit is best wel iemand die is positief, oké? En je gaat even zien hoe best wel goed dit is voor iedereen. En je gaat even realiseren hoe positief deze situatie komt uit. Dit is zeer, zeer, zeer positief. En whatever manier je het uitspeelt, het is best wel goed en positief. Oké? Whatever de situatie is, realiseer dat het is goed. Deze persoon komt gewoon in je leven om even verbetering van bepaalde dingen. Op zondag heb je een heel rustige dag. Op zondag neem je tijd om even inwaarts te bekijken. Wat is het dat ik heb nodig? Hoe wil ik het uitbereiken? Dat soort van dingen. Positieve situatie komen in je leven. Je gaat even realiseren dat je gaat innerlijke kracht, met de innerlijke kracht van de week. En je gaat even op zoek naar je innerlijke wijsheid. En doordat je gaat het best wel vinden. Dus het wordt echt positief op zondag. Neem de tijd voor jezelf. En niet vergeten dat nieuwe liefde komt in je leven. Als we gaan even verder en we bekijken de hele week, de nummer 3, niet vergeten. Het is een week van nieuwe liefde komt binnen. Maar, je voelt jezelf, je voelt je even connect met jezelf. In whatever manier je voelt je connect met jezelf. Je voelt zoiets als if, ja, dit is het. Ik voel blijheid. Ik ben blij. Ik ben op een positie in mijn leven dat ik voel dus blijheid. Kom op. Je kleur is geel. Als je werkt met de engel, het is archangel Uriel. Als je werkt met gewoon de ray, het is de gele ray. En de gele ray kan ook werken met de zon-energy. Dus sprak even om de zon even je horen om te voelen en genezen. En dat is zeer positief. Vraag even de energie van de zon in je oren te voelen en genees je. Oké? Dus dit is zeer positief. En met dat krijg je echt een herstel van allerlei situaties. De genezing van je emotional pain. De genezing van de problemen in je hele leven. Je voelt jezelf even herstel van alle de negatieve energies, alle de dingen dat gebeurt in je leven. En dit is zeer positief. Dus dames en heren, het was een zeer positief lezen. En ik wens voor jullie een fijne week. Ga terug luisteren naar de maandelijke lezen. Als je luistert naar dat maandelijke lezen, krijg je best wel nieuwe informatie uit dat lezen. En dat nieuwe informatie kan je best wel helpen. Ik wil en ik vraag jullie allemaal om even deze video's om te delen, abonneren. En zorgen dat jullie even luisteren naar de maandelijke lezen van wekens. Dat daar zijn veel meer informatie in de maandelezen. Dat kunnen jullie helpen. Ook in deze week, oké? Een week en energy is altijd around us. We speelt met het, we doen alles daarmee. Informatie, mensen. En ik ga het even zeggen, namaste, tot volgende keer.